Yes, wij van MTV Cribs zijn momenteel hier in Spanje. We bevinden ons momenteel in het gebouw waar Matty woont. We gaan nu aanbellen. Alles in orde? Kom maar binnen. MTV Crip Style. Dus wat gaan we doen, Jesef? Mijn woning is geborstelen. Laat ons jouw rijkdom zien. Mijn rijkdom? Mijn rijkdom, dat is deze lieve hondjes. Dat is mijn rijkdom, dat is mijn... Alles, baby! Oh, die heeft een beetje bang. Oké, we zullen er maar eens aan beginnen, zeker? Hier heb je dan de inkomhal. Helemaal doorlopend, zelf. En dan komen we meteen uit hier in de leefruimte. Je moet eens aankijken. Volledig opengetrokken en mooi verbonden met al de rest. En het, ja, de eyecatcher uiteraard is dan het uitzicht. Langs elke hoek en kant van rondom heel de woning heb ik prachtig dieptezicht. En open zicht over de Zoutmeer, over de zee, noem maar op. Deze steen. De muur is volledig in steen gemaakt. Dat zijn natuurstenen, niet normaal. En ik was eigenlijk al aan het wachten met deze prachtige uitzicht hier. Wat eigenlijk lijkt op het uitzicht dat ik daar heb. Dus maakt niet veel verschil, mannen. Deze is het gewoon. Daar zijn twee slaapkamers en dan nog een badkamer als suite. Met nog een entreehal, maar die ga ik ze beet pas laten zien. Hier komt het dan aan. Kijk een beetje mee in de camera. Voilà, ze hier een prachtig ideaal. Ook nog een schone kast. Dan kom je uit. In de place to be, man. Hier is de keuken, volledig opengetrokken samen met deze prachtige eetruimte. Dus salon en de eetruimte is volledig apart. En van rondom rond heb je compleet uitzicht om u tegen te zeggen. Hier heb je mijn marmerse, alles met witgans en de kastjes. Dat zijn al mijn koeken en mijn voedsel. En zo zie je maar verder. Oké, dit is mijn kookplaat. Ik heb geen inductie-extractor-afzuigkap hier aan het plafond. Ik heb dat mee laten inwerken hierin. Dat is gewoon next level, weet je. Kijk, hè. Dan hebben we hier mijn koelkast. Ik ben hier zelf al 2 maanden niet meer geweest, maar zo ziet je wel hoe dat de swag eruit ziet, maat. Hier, op de machine. Die moet aan het vuil, maar toch gewoon top, praktisch. Hier de microgolf combi over dat ik wil. Echt waar. Alles wat deze woning heeft, lichtjes aan, lichtjes uit, dimstand. Alles wat je wilt zien, gewoon kijken. Want niet normaal harder uit. Daar gaan we. Wat willen we nog zien? Kijk gewoon die verlichting. Gelijk precies van Chanel. Kijk. Boom. Hier moet nog wel iets bij komen. Je hebt op de schermpje dat ik van beneden uit alles kan volgen. En ja, dat zijn dus de bedradingen. Hier heb je dan de badkamer. Kijk, dus volledig ontworpen. Prachtig open. Loopdouche, inloopdouche. Hier hebt u dan een prachtige spiegel met ledverlichting rond. Zij hier een dresswaarkastje voor de handdoekjes en zo in de zware stijl. En hier achter zit dat boiler ingewerkt en nog een beetje andere attributjes. Het is gewoon de badkamer. Kom. Kijk, hier nog een keer rond. Hè. Kijk, volledige commodekastjes, verjaardagkaartjes. Typisch een huiselijke warme sfeer, man. Het is niet normaal hier. Ook overal alarmsystemen. Hoog nodig, zoals je het weet. Heel belangrijk. Overal in de woning heb ik ook ingebouwd voor de airco, dus dat zit in de muren gewerkt. Je moet gewoon nog de units hangen. Ik heb het nooit gedaan. Waarom? Raam open ginder, raam open daar en ventilatie. Dus dat bespaart kosten, mannen. Daarmee heb ik zo'n woning. Kijk verder. Prachtig terras. In totaal 20 vierkante meter aan terrassen. Wel rondom rond de woning, dus altijd aparte deeltjes. Ja? Huren, volledig west. Zoals je kunt zien, prachtig uitzicht over de berg, op alle bomen, alles. Ik heb gewoon over heel de rijkdom uit, maat, van alle kanten. En kijk, ik heb er een Vega, ik heb alles. Gewoon op Google Maps kijken, man. Alles. We hebben hier nog een apart terras. Ik ga ook even volledig opentrekken. Zo, zie je dat? Je kunt altijd volledig opentrekken. Dus het zijn heel praktische ruimtes. We hebben een Italiaans tafeltje gezet met 2 stoeltjes. Typisch vakantiesfeer. Kijk ook een keer van hieruit. Het is een mooie verlengde. Je hebt hier een apart strandstoeltje. Gewoon rood omdat het kan. Witte. Je ligt dat hier helemaal plat. En je kijkt gewoon. Kijk. Volledig over de kustlijn heen en al de rest. En gewoon mooi dieptezicht. Je zit er op het einde van een baan. Rustig, totaal geen verkeer. Zo moeten de mensen nog meer hebben. Oké. Dan terug even langs de leefruimtes. Dan gaan we door naar de slaapkamers. Kijk gewoon aan. Hier ook de lichten die boven. Kijk goed, hè. Dimsysteem. Hop, zachter. Boom. Hey. Alle portretten. Ah ja, even naar die dame kijken. Aan wat doen jullie dat denken? Mij eerlijk gezegd aan die van de Grudge. Snap je? Er zit een verhaal achter. Die wil iets verstoppen, maar ik weet niet wat ermee. Want jij hinder is alles ermee. Dus daar stapt uit. Kom hier. Hier oorspronkelijk waren 3 slaapkamers, hier was normaal gezien nog een deur en hier was normaal ook nog een deur. Wat heb ik gedaan? Dat waren 4 appartementen, ik heb die helemaal opengeslagen, ik heb dat onderverdeeld in gewoon een gigantische penthouse van bijna 170 vierkante meter, mannen. Kijk, oké, we gaan hier beginnen met deze slaapkamer. Heel praktisch, heel goed ingericht, altijd op alles gelet. Schat, heb je gewoon een 2-persoonsbed. Ja, hier heb je de volledige dressing, want hier hangen dan alle kleren op en hier de aan en hier erop.
Voor plaatsbesparing kun je het bed volledig opheffen. Valies eronder, bagage eronder, alles, dekens, noem maar op. En dan heb je nog een apart gastentoilet voor de mensen die hier verblijven, die heel gemakkelijk hier hun stoel gaan kunnen doen op een pipietje. Dus ja, oké. Okay. Gaan we nu door. Dit was oorspronkelijk 2 slaapkamers. Ik heb de onderverdeeld deur uitgehaald, uitgetrokken en gewoon volledig laten opentrekken. Wat is dit? Mijn dressing, mijn bureauruimte, mijn badkamer en draaiende kerelmat. Hier heb je dan nog mijn slaapkamer. Wat doe ik hier? Ik sling en ik slaap en ik word wakker en ik druk op een knopje, al mijn rollen gaan lopen en ik heb gewoon frontaal uitzicht over de zee. Hier is het oost, zuid, west. Ik heb de ganse dag zon, mannen. Wie kan dat nu zeggen? Ha, kijk eens daar, Zoutmeer, de zee. Draai een keer om. Momenteel is wel het wasje aan het drogen. Hè? Zoals je weet, leef ik hier ook. Het is een normale gang van zaken. En niet altijd alles moest gelijk in de boekjes staan, snap je? Wanneer het ook weer toegankelijk, daarom het bord al. Want ik ga mijn woning te koop zetten. Daarmee is dit ook de hoofdreden dat we hier een video van maken momenteel. En de prijs ga ik ze niet pas zeggen. Of jullie mogen het zelfs raden. Oké. Okay. Wanneer het gemeenschappelijk zwembad, toegankelijk. Ja. Dus alles toppie hoop. Beginnen zich Alicante tegen zich gewoon letterlijk alles. Je zit echt op het hoogste punt van alle dorpen en steden rondom rond. Dus je hebt de beste uitzichten. Kun je nooit nergens vinden. En een appartement van 170 vierkante meter. Zeg het nou waar je het vindt, want dan ga ik dat kopen. Oké? Okay? Kijk een beetje verder. TV ook nog aangesloten. Voilà, smart TV. Hier, deze lichten. Stereo in verbonden. Kun je muziek mee afspelen? Kun je zelfs de kleuren veranderen? Kijk. Je wordt er gewoon hemelsblauw, dus speelt je gewoon in dat je romantisch s'avonds met je vriendin of met je partner gewoon in het bed ligt en je kunt de sfeerverlichting aanpassen of zachter of harder of harder of harder of zachter. En dan gaan we nu door naar de badkamer. Volledige inloopdouche kunnen open en dicht doen voor af te scheiden. Grote regenkopdouche, 2 verschillende standen. Deze tombak volledig echt calacatta marmer. Volledige spiegeling gewerkt weer met ledverlichting. Niet normaal, ik zeg het u, zelfs die boombak, zoals wij het zeggen, of lavabo, alleen al kostte 2000 euro. Echt, echt marmer, mannen. Mooi, ik ben ineenvloeiend met de. Ja, met de rest. Wat we zeggen. De rest is ook volledig marmer, doorgedrukt van de vloer naar de muren. Aerodynamische boilers, toiletten zie ik weer niet stoken. Hier heb ik contrast gemaakt met zwarte marmer, en dat is ook echt marmer. Dus, gewoon 1000 euro voor gewoon te staan, maat. En oké, okay. Dit was het dan. Dit is mijn volledige woning. Slaapkamer is daar, volledig ingericht. Salon aan die kant en dan nog de keuken vanuit daar. Prachtig uitzicht van de 70 vierkante meter. 2 slaapkamers, 2,5 badkamers, apart gastentoilet, alarmsysteem. Komt volledig gemeubeld in het hartje van Sierra Quesada. Hoogste punt, wandelafstand van alles bij. 10 minuutjes van de zee. Mannen, dit is my crib. Snap je? Dus you forgot something. Yeah, what did I forgot, man? Your sneaker collection. My sneaker collection? Oh, yeah, I forgot, man. To show my I shoes. I to see your sneaker collection. I first want to show you this beautiful face. You know what I'm gonna do here? I put here LED lights all around on the borders. And then at night I do click click in a color. And what will it do? Shine to the bottom. And then it will reflect on his big face, man. It'll be sick, man. Come on, we go back to the closet because I'm showing you the other things that I have. That's what I'm talking about. Honestly, I have not lived here. Nou, terug in Nederland. Ik ben te lange tijd niet geweest, dus dit is dus eerlijk gezegd maar de helft van mijn kleerkast. Hier zijn mijn hemdjes. Hier zijn mijn kostuumvestjes, maar dat is pas voor de winter. Nu is het altijd deze categorie dat ik moet uitkiezen. Shorten, dat zijn mijn winterjassen en dan nog een paar wintertrui's. Ja, mijn zonnebrillen liggen hier wel, maar mijn horloges, de meeste liggen nog bij mijn andere woning. Allemaal riemen, mijn handschoenen, ook pas nodig. Al mijn schoenen. Sebago, sebago. Gekleed, gekleed. Dan hebben we hier nog. En dan hiermee het sportieve. Deze, als ik ga reizen naar koude landen, want dat maar één keer is gebeurd in heel mijn leven. 2 jaar geleden. Ze zijn eigenlijk nog splinternieuw. Al de rest hoort er ook nog bij. Philippe Plein, lieve. Philippe Plein. Ken je dat? Ken je dat? Ik heb je lang niet meer aangedaan, maar weet je, dat is voor mij prestige. Als klein manneke, ik had geld, ik wou veel geld uitgeven aan iets nutteloos. Wat was dat? Dat is eigenlijk een trofee voor mij, snap je? Oké, okay, wat kan ik hier nog tonen? Ja, allemaal onderverdeeld, allemaal heel knap hier. Allemaal schijven zijn met sportspullen. Alles ook met soft closure, mannetje. Hè? Boom! En hier werken we, dat is voor de dames, een make-up hoekje. Ze willen zien, dat ze er goed uitzien. Maar ik heb daar nog iets anders voor. Hier in de spiegel gaan. Waarom dan ziet je volledig? Want je moet je volledig zien, niet alleen je gezicht. Dus ja, werkruimte. Ik heb een eigen kantoor, dus hier, dat gebruik ik eigenlijk niet gewoon voor de show. Ik heb ook wel gedacht gehad hè, om die kast eens door te verlengen hier. Deze stuk en hier een stuk. En dan hier zo een mat en dan met zo'n zitzak. Ja. Echt next level mat. En dat portret hier. Sorry, ik verkoop alles in deze woning buiten dat. Ik heb bij mij mee. Waarom?
En wat doen jullie dan denken? Je weet wat ik bedoel. Weet je wat dat is? Next level gangster shit, man. Allee. Dus dat was het dan, slaapkamers. Kijk gewoon, man. Kijk, neem nog even een kijkje, maat. En dan gaan we eens naar daar. Want de zonsondergang gebeurt nu. Nu. Dus mannen, jullie waren echt meer dan welkom. Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn house tour, van mijn crib. Weet je, zelf ben ik er bijna maar 1 uur per dag. En dan 6 uur voor te slapen. En voor de rest ben ik altijd op andere locaties, op kantoor, met klanten aan de baan op. Maar deze is een woning waar ik hard voor heb gewerkt en waar ik uiteindelijk nooit ben. Dus wat denken jullie dat de waarde is van deze penthouse? 170 vierkante meter, hoogste verdieping. 4 appartementen doorgeslagen in grote ruimte. Laat het me weten. Hartelijk bedankt. Mijn naam is Mathis Winnen en tot de volgende keer.